Goedemorgen, dit is Glenn. Dit is het EZ550 aquarium, nu bij daglicht. Sinds de vorige rescape is hij alleen maar mooier geworden. Heel veel nieuwe soorten. Maar ook de oude soorten zijn gebleven. Kleurtjes zijn mooi aan het ontwikkelen. Veel variatie in soorten, wat meer LPS ingebracht. Die waren toch een keertje in het verdomhoekje beland. En ik dacht van, ik wil zeker wat meer aandacht aan in deze aquarium. Maar ook wat leuke soorten geïntroduceerd. Dit zijn de koralen van Dennis. Daar heb ik wat ruimte voor gemaakt. Ze doen het goed. Ze kleuren goed bij. Dat is een hele mooie lobo. Hier wat bijgeknipt. Ja, anders kreeg ik te veel schaduw beneden. En dan zouden de koralen beneden ervan gaan lijden. Het is een flinke kolonie geworden dit. Ik ben dubio of ik hem toch een keertje ga ophakken. Of dat ik hem zo laat. Zoals je ziet kleuren sommige koralen mooi en andere weer niet. De meeste kleurt prima. Op een gegeven moment moet je toch een keuzes gaan maken. Ga je te laag in nutriënten, dan zie je dat bepaalde koralen niet mooi kleuren, maar andere wel weer extreem mooi. Of je gaat er middenin zitten en alles kleurt mooi en je laat die paar die maar niet willen gewoon voor wat ze zijn. Ik maak meestal de laatste keus. Ik ben erg blij met deze aquarium op dit moment. Alles groeit en bloeit. Maar ik denk dat jullie niet anders gewend waren van mij. Dit is het leders aquarium. Dat is de bureaubak waar ik al mijn experimentjes uitvoer. Ik doe er eigenlijk heel weinig aan. Eigenlijk hier pas ik de techniek van superluie reaver toe. Dan gaan we naar wat bedoeld was als een stekkerbak, maar nu een soort van opvangbak geworden voor koralen waar ik even geen plek voor heb. Dit is het hele bekende grote rif, die is helemaal ondergegroeid. Ik besteed er nu geen aandacht aan, omdat het grote rif eigenlijk op de duur eruit gaat. Dit is het experiment met GL-verlichting. Hij staat nu op normale modus. Je ziet aan de interferentiepatronen. Maar deze verlichting heeft ook een cameramode waarbij je dus de interferentie niet ziet. Sinds enkele dagen staat, of een weekje, staat deze verlichting erop. Een beetje cyano, maar goed, eigen dikke schuld. Ik doe er niet veel aan. Wat ik wel zie is dat dit koraaltje sinds de GL-verlichting erop staat heel goed gaat bijkleuren. Dit is de koraal die ik van juni heb gehad. Dus juni. Hier heb je oorlogkoraal. Dan gaan we naar de stekkerbak. Die ooit begonnen was als een opvang voor stekken. Het is nu helemaal volgegroeid met koraal. Nou, aan de afwerking van deze bak heb ik eindig gedaan. Ik heb het kap een keertje afgemaakt. Maar ja, ik focus meer op de inhoud. Te veel koraal, te veel schaduwvorming, te weinig stroming. Je ziet het probleem wat ontstaat wanneer je dus eigenlijk niet op tijd snoeit hier. Doordat koraal zo dicht op elkaar zitten, zie je dus dat ik vissen ook niet bij de algen kunnen. En dat kan wel wat problemen veroorzaken. Nou, dat was het.